Bij zorg en zekerheid, scherpe premie. Of je nu veel of weinig zorg nodig hebt. Zorg en zekerheid. De zorgverzekeraar uit de buurt, voor de buurt. Zorg en zekerheid. Als regionale zorgverzekeraar zetten wij ons in voor sociale activiteiten die verbinden en inspireren. Want meedoen in jouw buurt houdt je langer fit en gezond. Zo werken we bijvoorbeeld met de buurtcamping, waar bewoners elkaar op een bijzondere manier ontmoeten, wat zorgt voor vriendschap en een thuisgevoel in de buurt. We ondersteunen lokale basketbalcommunities, waar jongeren van elkaar leren en hun talenten ontwikkelen. We werken samen met organisaties die patiënten en hun gezin begeleiden bij het omgaan met een ziekte als kanker of dementie. En omdat je ziek voelen niet altijd een medische oorzaak heeft, maken wij het mogelijk dat je kan worden doorverwezen naar een welzijnscoach. Zorg en zekerheid. De zorgverzekeraar uit de buurt, voor de buurt. Basketbal in Leiden wordt mede mogelijk gemaakt door Zorg en Zekerheid, Palmeiering Metalen, Autolease Team, Buizenpers, Hart voor de Zaak, Nieuw Story, Pieksport, Sport City en Supersound Leiden.
Dames en heren, hartelijk welkom in onze immer ijzingwekkende 5 mei hal. En uiteraard een speciaal welkom aan onze gasten uit Den Helder. Hartelijk welkom! Ja, en dan is mij speciaal gevraagd om ook nog even welkom te heten de vrijwilligers van de marathon. AZC, dank het wel. En dan hebben we nog Visser het Hoofd, de Leeuwerik, de Sint-Jozefschool en de rest van de mensen ook hartelijk welkom. Vanavond gaat Zorg en Zekerheid Leiden ontvangen de Helder Suns. En het is ook met groot genoegen dat ik de spelers van dat team aan u mag voorstellen. Op nummer 4, Nino Gorissen. Nummer 7, Sam van Oostrum. Nummer 9, Jacopo van der Knaap. Nummer 10, Kevin Bleker. Nummer 11, Jake Biss. Nummer 12, Sam Huurman. Nummer 13, Troy MK Koeler. We kennen hem nog. Nummer 14, Itze Ter Haar. Nummer 33, Nick Tran. En nummer 36, Dion Halman. En de coach van dit prachtige gezelschap is Peter van Noord. Terzijde gestaan door Anne van Dijk. Dames en heren, een applaus voor Den Helder Suns. Hi. Zeker, dames en heren, wij zijn klaar voor het team van Zorg en Zekerheid Leiden. Op nummer 1, Wesley Alsinger. Dat is die. Op nummer 2, Maarten Bouwknecht. Op nummer 3, Dion Hammond. Dat is die. Nummer 4, Nesar Kanbier. En daar is Nesar. En op nummer 5, de captain Marijn Ververs. Op nummer 9, Stan van den Elzen. Op nummer 10, Roeland Schaftenaar. Op nummer 11, Duco Bos. Nummer 13, Luc van Bree. Nummer 17, Lucas Kruithol. Op nummer 21, Erika Spenskoes. En als laatste speler geef ik u nummer 42, Tommy Rutherford. De coach van dit geweldig mooie team is Doug Bradley. Terzijde gestaan door Jan Stalman en Martin Houwaard. Een daverend applaus voor Zorg en Zekerheid Leiden. Ja, dames en heren. Dan rest mij u nog een hele fijne wedstrijd toe te wensen. En stel ik ondertussen ook even het arbitrale team aan u voor. De scheidsrechters Bert van Sloten, Floris Jansen de Jonge en Ioana Gorjokaru. De commissaris van de koningin is Paul Bokern.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Goedenavond. Dan zijn we weer vanuit de Van Meijhof. Het is een tijdje geleden. Vandaag speelt Zorg en Zekerheid Leiden de thuiswedstrijd tegen Den Helder Suns. Dat was de eerste wedstrijd die Leiden speelde in het nieuwe seizoen was in Den Helder. Daar won Leiden met 26 punten verschil, 79-105. En sindsdien zijn er al wat wijzigingen geweest bij Den Helder Suns. Eén Amerikaan is vertrokken, andere Amerikaan is geblesseerd. Er zijn nog wat spelers geblesseerd. Kevin Bleker heeft nog het hele seizoen nog niet gespeeld. En die is aan het afwachten op een second opinion voor zijn knie. Want dat gaat maar niet over. Dus dat is maar de vraag of hij dit seizoen überhaupt nog komt spelen. Ja, Leiden is compleet. Heeft daar midweeks van Donar gewonnen. 62-70. En ja, moet natuurlijk gewoon proberen om deze wedstrijd ook te winnen. Zodat ze gewoon met een tweede plek de winterstop ingaan. Of eigenlijk vooralsnog een eerste plek als Leiden wint. Maar dat is dan wel een beetje een vertekend beeld. Omdat Leiden dan, omdat Den Bosch dan een paar wedstrijden achterloopt. Dus, en de puntentelling natuurlijk anders is dat je bij nederlaag ook nog een punt krijgt. Den Bosch heeft nog geen wedstrijd verloren, dus eigenlijk is dat gewoon de nummer 1. En dan komt Leiden op nummer 2. En dan heb je Ares Leeuwarden en Landstede Hermers, die delen plek 3. Joost United staat op plek 5, omdat ze recent nog van Donar wonnen. En dan heb je een clubje met Feyenoord, staat volgens mij 7, of zo'n 6. Donar 7, Den Helder 8. En Donar en Den Helder hebben allebei 4 wedstrijden gewonnen. Dus het is vrij zeldzaam dat we moeten zeggen dat Den Helder en Donar gelijk staan op de ranglijst. Den Helder komt hier wel naar Leiden met een winningstreak van 3 wedstrijden. Leiden heeft zelf inmiddels een streak lopen van 6 wedstrijden, waarbij we de bekerwedstrijd dan ook nog even meetellen. En over het beker gesproken, op 18 december speelt Leiden in Leeuwarden tegen Ares Leeuwarden de kwartfinale, wedstrijd 1. En op 21 december is wedstrijd 2 en die is in Leiden. Dus dan zou Leiden in principe de klus thuis kunnen afmaken als het daar nog om gaat. Dus er is vanavond zijn 2 andere wedstrijden. Zeeuw en Zeeuw Feyenoord tegen Apollo Amsterdam. Die elkaar ook in de beker gaan treffen binnenkort 2 keer. Ze spelen nu in Rotterdam. Daar staat halverwege de eerste kwart 13-6 voor Feyenoord. En dan hebben we natuurlijk nog Basketball Academie Limburg. Die speelt tegen Joost United en die begint om 8 uur. En Leiden begint ook om 8 uur. Leiden start met Wesley Elsegier, Deon Hammond, Marijn Verbers, Luc van Bree en Thomas Rutherford. En de Helders start met Nino Gorissen, Sam van Oostrum, Jacopo van der Knaap, Sam Huurman en een oude bekende Troy Koeler, die natuurlijk ook 4 jaar bij Leiden heeft gespeeld. En vorig seizoen de overstap maakte naar Den Helder. En daar inmiddels gewoon 30 minuten per wedstrijd moet spelen. Omdat door de blessures die er zijn. De Suns zijn ook maar met 8 man aanwezig. Nick Trant zit nog op de bank. En Dion Halman heb ik ook nog op de bank gezien. Ik denk Jitse van der Haar dat hij nog op de bank zit. Leiden in ieder geval in balbezit. Hammond. Naar Marijn Ververs. Er komt een zoneverdediging van Den Helder. Eerste schotje van Luc van Bree was mis. Hij heeft wel zijn eigen rebound. Hammond vanuit de corner. En daar is de eerste 3 punten van Hammond. Die de 3 punten toch wel makkelijk schiet. Even zoeken bij Den Helder. Sam Huurman naar de basket. En die is Luc van Brede baas. Sam Huurman is een goede speler. Recent nog een dubbel-dubbel noteren. Marijn Ververs voor 3. Die ging er niet in. Andere Sam is Sam van Oostrum. Had ook een blok van Thomas Rutherford of Troy Koeler. Maar de rebound is voor Sam Huurman en die gooit hem erin. Rutherford. Hammond. Licht off balance, maar toch gewoon raak geschooid. Sam van Oostrum is dus ook iemand die dubbel-dubbels kan doen. Hij had laatst ook een triple-double. En dat was de eerste triple-double sinds Carrington Love.
in de openingswedstrijd voor Zorg en Zekerheid Leiden. Destijds ook een triple-dubbel liet noteren tegen Donar. Dat komt dus niet vaak voor, dus het was een vrij unieke prestatie. Voor de jongste tel van de familie van Oostrum. Een beetje in tijdnood gekomen, de Suns. Luc van Bree in de post. Spin move en met het bord. Goeie dropstep met de spin move. 7-4 voor Zorg en Zekerheid Leiden. Zoals je al zei, won Leiden de wedstrijd destijds in Den Helder met 79-105. Fout van Rutherford. Er wordt twee maal gegeven. Twee maal voor Sam Huurman. Dus niet al die mensen met Sam gaan aanspreken, maar Sam Huurman. En zijn eerste vrijworp gaat erin. Alle punten van Den Helder komen van Huurman. Dat kunnen er dus nu al 6 worden. En dat zijn er ook 6. Dus het is Zorg en Zekerheid Leiden tegen Sam Huurman 7-6. Hemmen een stapje terug. Miste driepunter. Elsiger maakt het Nino Goris in de rebound lastig dat Den Heldenaar de bal over de achterlijn speelt. En leidde dus bal uit. Elsiger na de rebound van. Van Verwer staat eigenlijk Elsiger ook mis. Rutherford pakt de rebound en legt hem binnen. Koeler uit de corner. Zijn drie punten gaat mis. De bal wel terug naar Den Helder, omdat hij via een speler van Leiden over de zijlijn ging. Nou, weinig help bij de verdediging van Leiden. Nino Goris kan een pik gebruiken en zorgt vervolgens ook met een layup voor 9-8. Bal inside naar Hammond levert balverlies op. Misschien dat hij een fout had willen hebben, maar goed, dat gebeurt niet. Dus 9-8 en we zijn 3,5 minuten onderweg. Fout van Luc van Bree op de draai van Nino Gorissen. Was nog niet in een tweetellenritme, dus wordt een zijkant van baseline bal. Dan staat er weer een treintje klaar. Heel simpel. Sam Huurman vrijgespeeld. En die dunkt Den Helder naar voorsprong. Rutherford onder de basket, wordt gefaald. Fout voor Sam van Oostrum. En wordt er 2 maal gegeven voor Rutherford. Eerste vrije worp draait eruit. En de tweede ook, Martin Hoekstra, want die draaide niet. Die kerst eruit, maar weer een aanvallende rebound voor Leiden. Luc van Bree. En zet de Leidenaars weer op voorsprong. Mensen, u luistert natuurlijk naar Martin Hoekstra hier links naast mij. Nou, lekker gelijk opgaande opening van Den Helder. Die
Martin zei het al, veel blessures hebben, maar toch ook een aantal leuke resultaten. Onder andere gewonnen van Feyenoord. Linkerpootje is niet goed. Ja. Die zit in de familie bij de Van Oostrums, dat linkerhandje. Wel leuk om, je hebt al verteld over de triple-double van Sam van Oostrum, Martin. Leuk om hem in de gaten te houden. Man dus met nummer 7. Hammond, dit keer niet. Staat al wel op 5 punten. Van Breem 4. En de andere twee zijn voor Sammy Rutherford. Airball. Dat is een redelijk geforceerd schot. Uitstekend een gevulde 5 meihal. Alle tribunes uitgetrokken, alle tribunes lekker gevuld. Van Breem krijgt hij die ruimte. Nou, een beetje geforceerd hoor, een beetje moeilijk. Ik zou dat graag ook wat explosiever of wat fysieker dan zien. Het is van alles een beetje, het zit er een beetje tussenin. Zo'n actie. Het is niet echt een schot, het is niet echt hard naar de basket. Moeilijke bal ook valt niet. Lange paas van Alsenker, goed gezien op Ververs. Ja, prima. Legt hem stiekem in met zijn rechterhand op de linkerkant van het bord. Maar vooruit, dat zien we maar even door de vingers. Ja, we zouden ik zeggen linkerkantje, linkerhandje. Ja, Martin, we hebben ook weer extra de replays lekker bij de hand. Wat valt je op zo in de eerste 5 minuten? Nou, dat Leiden moeite heeft om Sam Huurman af te stoppen. Die is natuurlijk vrij bewegelijk. Ook voor center. Is ook overal bij, want hier wordt Rutherford blokt dan wel cooler. Maar de rebound is voor de Suns aanvallend. Voor Huurman. Mm-hmm. Dus ja, qua diepte zou Leiden deze wedstrijd gewoon moeten winnen. Maar ja, dan moet je het wel doen natuurlijk. De timeout is wel voor de Suns. Het zal misschien ook een soort minute management zijn. Terwijl Feyenoord op dit moment 17 tegen 13 voor staat en nog 50 seconden in het eerste kwart. Check, check. Bij bal, daar zijn nog geen scoutings in beeld. Nou, dat schiet ook lekker op dan. Martin, jij hebt ook de wedstrijd gezien, neem ik aan, afgelopen dinsdag. Waar Leiden in de Plaza won na een late achterstand. Heel knap teruggekomen, gewonnen van het Donar dat het moeilijk heeft. Wat viel je daarin op eigenlijk in die wedstrijd? Ja, Leiden had natuurlijk al een tijd geen echte wedstrijd gehad. Ik bedoel, ze hadden thuis Donar gehad en dat was toen nog vrij eenvoudig. Daarna, twee dagen daarna, had er een ruim overwinning tegen de Basketbalacademie Limburg. De wedstrijd tegen Apollo ging niet door. Dan krijg je Locomotief 2 voor de beker. Dus ja, dan ben je ook best wel onwennig. Je bent niet scherp. Leiden begon ook niet scherp. Ja. Gooide de bal een paar keer snel weg, waardoor Donar op voorsprong kwam. Ja. Leiden kwam daar uiteindelijk daar wel weer, dat wel weer te boven. Ja. Maar ja, ik lopen. Ja, Donar had wat dat betreft meer ritme gehad. Met natuurlijk nog een Europacup wedstrijd waarin ze best wel aardig speelden. Ja, die hebben tegen Den Bosch gespeeld, tegen Joost United. Twee Europacup wedstrijden, dus die hadden veel meer ritme. Natuurlijk zijn ze ook niet compleet. Die Magdevski, de nieuwe aanwinst, was nog niet speelgerechtigd. Ja. Maar ja, goed, ik bedoel, Donar verloor uiteindelijk wel. Doordat Leiden de wedstrijd besloot met een 17 tegen 1 run. Ja, heel opmerkelijk. 3 keer balverlies van Leon Williams in de laatste 5 minuten. Hielp onder andere niet. Dan moet die Magdevski, die nieuwe floorleader, tenminste de beoogde nieuwe floorleader in Groningen, verandering aanbrengen. Zat al wel op de tribune. Terug naar hier en nu met Hammond. Never seen a shot he didn't like. En ook nu en goed opgeraapt door Rutherford met zijn tweede keer van dichtbij. 4 punten dus en een end one of niet. In ieder geval 2 shots voor de Suns. Ja, hier denk ik dat de verdediging van Leiden wat attenter had moeten zijn. Omdat Rutherford natuurlijk net onder de basket scoort. Dat die Huurman, was natuurlijk al meteen vandoor gegaan. Dat iemand anders dan Huurman even moet afstoppen. Eens Martin, eigenlijk mag je uit een eigen score geen fast break tegenkrijgen. Ik wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Denk maar aan de Phoenix Suns met een 7 seconds of less die alleen maar aan het rennen waren een aantal jaar geleden. Denk aan Mike D'Antoni en dat soort mannen. Ja, dat zag er wel leuk uit natuurlijk. Dat was ook redelijk effectief met Steve Nash in die tijd. Maar om echt kampioen mee te worden, daar kun je dan over debatteren of dat wel haalbaar is. Nou ja, ze zijn het nooit geworden, dus... Misschien is dat dan het antwoord. Ja. Dan waren de Spurs en de Lakers en dergelijke toch net even
tandje veelzijdiger. Hier Elstegaer in de post met Schaftenaar. Die ook weer een nuttig inviel in Groningen van de week. Wat mij betreft werd door deze man, Bouwknecht, het verschil gemaakt in Groningen. 2 seconden nog een tijd geschoten. En raak geschoten. Wesley Elstegaer. Nou, timely shotmaking van Leiden. Goed ook samengespeeld. Blijven zoeken naar de open man in die aanval. Lopen of niet. Fout. Two shots. Nou, liep zich eigenlijk een beetje vast. Huurman, Martin, al op 10 punten van ja. De 12 voor de mannen uit de Noordkop. Ik zei er straks ook al, de zesde lijnen tegen Sam Huurman. Dat kun je wel zeggen, Boep van IJs is hier onder andere, een hoofdfotograaf van Den Helder. Altijd leuk om hem ook weer te zien, de slamcam ziet de bal erin gaan. Ja, ik denk dat Leiden gewoon eens moet gaan informeren. Wat Sam Huurman volgend jaar van plan is te gaan doen. Kon nu nog niet, want er zat ook een clausule in zijn contract. Dat Leiden nog wel wat moest betalen. Maar goed, die is na 1 seizoen misschien wel weg. Hoe zou je zijn, dat is dus de nummer 12 van de Suns. Een beetje blond, roodharig baardje. Rossige kuif. Hoe zou je zijn spel omschrijven, Martin, van Sam Huurman? Wat kan die goed? Nou, het is gewoon een goede 4-5 speler. Zeker voor Nederlandse begrippen. Oeh, er zit Leiden nog tussen. Nee, op het laatste toch blijkbaar niet meer. Als laatste aangeraakt door Den Helder. Bal blijft bij Leiden. Ja, gewoon een leuke veelzijdige speler, kun je het zo zeggen? Ja, het is gewoon een goede big. Een van de goede jonge bigs in Nederland. Ik bedoel, je wil natuurlijk ook op de toekomst kijken. Dan moet je natuurlijk ook zorgen dat je jonge spelers haalt. Kijk, Marijn Ververs en Luc van Bree en zo. En Venskes zijn natuurlijk ook jonge gasten. Mm-hmm. Maar goed, wat een paar extra jonge gasten kan nooit kwaad natuurlijk. Lekker droppaasje van Elstegaer. Pan klaargelegd voor een beetje running flotertje van Venskes. Oh, loose ball. Turnovertje. Ja, een beetje slordig. Die noemde trouwens ook Troy Koeler al, Martin, die we hier in Elstegaer met zijn tweede driepunter volgens mij. Ook leuk om Troy Koeler weer in de 5 mijl terug te zien, want 18 punten van de week tegen bal, als ik het goed onthouden heb. Ja. Dat heeft hij beleiden, heeft hij dat aantal punten nooit gehaald? Ja, 1 keer 15 of zo. Hans, half een beetje geblokt door Venskes, denk ik. Hier Elstegaer, die lekker in de game zit. Paasje, oh, had Marijn zelf moeten gaan. Te onzelfstandig, dat kan ook wel eens gebeuren. Hè. Had gewoon zelf een rechter layupje erin kunnen fietsen. Bal blijft wel beleiden. En Ververs eruit, daar komt Van den Els over. Den Helder gesproken, Martin. Ja, dat zullen ze leuk vinden als Leiden nou nog Huurman zou gaan halen. Ze hebben al Van den Els ingepikt. Ja, maar ja, weet je, dat zijn je kleine ploegen natuurlijk. Ja. En als speler wil je toch veel spelers streven naar het hoogst mogelijke. Dus ja, dan ga je natuurlijk gewoon naar een andere ploeg uitkijken. Ja, heb je helemaal gelijk in. Toch een sprintje van Leiden. Verschil van 9. 23 punten al. Dat zal Peter van Noort een beetje te veel vinden. Roeland Schaftenaar, goede aanval aan de rebound. En dan, een beetje te veel geduwd waarschijnlijk. Maar ook een beetje zijn voeten bewogen, denk ik. Ja, een beetje een shuffle. En dan krijg je lopen. Het duurde ook allemaal enigszins lang en met nummer 36 zien we Dion Hamman. Ja, die deed de afgelopen wedstrijd nog niet mee vanwege blessures. Toen zag je Tom Koopman heeft een aantal wedstrijden meegedaan vanuit de tweede. Thomas van Dijk heeft een paar keer meegedaan. Sven Lemke heeft een keer meegedaan, die spelen allemaal in tweede. Ja. En die hebben natuurlijk ook hun afspraken, dus er is niemand van de tweede vandaag mee. Goed om te houden dat Huurman ook op college heeft gezeten, Martin. Dacht ik. Dacht het wel. Amerikaans geweest. Zoeken we nog even op hier. Jumpertje is goed voor 3. Ja. Dat is een score van Biss, de Amerikaan van Den Helder. Nou, die is dan toch in het veld. Is er dan toch vandaag. 11. Beetje vast in de hoek is Hammond, losse bal. Venskes kan er ook niet bij, snel overgenomen. Beetje slordig, dit ook. Gekraakt door Bouwknecht, die hem terugkrijgt.
Weinig fouten dit kwart. En maar eentje gemaakt door Den Helder zelfs. Deze bal raakt maar net de ring. Het is bij Leiden iets overhaast allemaal. Niet echt nodig, want ze hadden 9 punten voor. En er komt nu toch wel een run overheen. Het zijn er nog maar 4 en 5-0 run van de Suns. Leiden slim is, dan gaan ze niet helemaal tot het laatst, want dan hebben ze een lekkere 2-for-1. Dit is bijna een airball, maar wel opgeraapt. Het schot van Roland Schaftenaar wordt omgezet in 2 punten door Venskoes. Zo is het een beetje, zoals ik zeg, pleintjesbasketbal bijna, beide kanten. Gewoon lekker laten spelen, het golft op en neer. Leiden gaat van de laatste aanval. Ja, een beetje haastige aanval van Den Helder weer, inderdaad. Den Helder krijgt nog heel even de bal terug waarschijnlijk. Zit er nog lang niet in de penalty. Oh, heel makkelijk. En daar is het. Balkrecht. Met een dunkje wat net lukt. Hij dunkt al eens een keer mis dit seizoen. Hij zit nog op tijd. Volgens mij net niet. De bal valt ook net niet door de ring. 27 punten in 1 kwart. En Martin door Leiden. Daar valt niet zo heel veel op aan te merken. Nee, verdedigend wel. 19 punten tegen is eigenlijk iets te veel tegen een ploeg als Den Helder. Ik bedoel, je zou eigenlijk liever een... 27-15 of zo, 27-14 moeten hebben. Maar ja, goed, dan doet Den Helder het gewoon goed om in ieder geval toch 19 punten te scoren. Ja, wij gaan naar de reclames. Beeldvliegen. Ja, ik ben al lang aan het praten, Paul. De regie is de weg uit. De score volgens mij voor Den Helder. Van Sam van Oostrum. Leiden heeft het wel moeilijk tegen de verdedigingsvormen waar Den Helder zich van bedient. Nu krijgen we nog een highlight te zien. Niet. Leon Huurman naar de basket. Scoort. Hemmend met daarmee naar 7 punten. Huurman gaat richting de basket. Die treft geen doel. Een beetje lucht. Nou, het publiek zit nog niet heel erg in de wedstrijd. Het zijn heel veel scholen. Lekkere bal. Ja. 3 punten voor Balknecht. Ja, ik hoorde dat er 7 groepen zijn. Oké, ja. Er worden heel veel clinics gegeven door Roel Stuikmil en zijn team. Op allerlei scholen, niet alleen in Leiden, maar ook ver daarbuiten. En als onderdeel daarvan, vaak ook een bezoek mogelijk aan de 5 mei al. Schotje is net even off target van Huurman. Opgeraapt en een and one dunk. Ja, goede bal van Troy Koeler. Die zijn eerste field goal maakt. Volgens mij schrijf je eerst een H en dan een L. Maar in de scouting staat het andersom. Eerst een L en dan een H. Cool hair. Kan me vergissen.
Nee, dat heb je goed gezien. Hier is die. Man die heel veel blessures had in zijn tijd bij Leiden. Eigenlijk nauwelijks aan spelen toegekomen. En deze bonus voor hem is goed. Ja, daar stond Venskoes lekker te wachten. En ja, dat doet hij toch makkelijk hoor. Hij is ook lang. Ja, hij is 2-6. En prima afgemaakt. Volgens ze. Ja, en daar is het tegen de Suns had hij ook 24 punten. En heel veel van dicht bij de basket ook. Nou, heel veel body is er niet bij de Suns. Qua kilo's en massa en dat soort variabelen. Hier Venskoes weer. Met een balletje op. Geen flashy speler Venskoes, gewoon heel solide. Heel effectief. Efficiënt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor deze Schaftenaar. Die heeft zijn schouder erin zet. En dan die grote sweeping hookshot erin. En Leiden weer met een tussensprint. En Martin, het 12 punten verschil. Nu het grootste verschil in de wedstrijd. Ja, Leiden heeft natuurlijk gewoon een diepere rotatie. Van Oostrum. Oh, jammer. Die fout was niet echt nodig van Venskoes. Dat betekent twee maal voor Sam van Oostrum. De koeler al naar ademhappen. Ze moeten natuurlijk veel wedstrijden spelen met weinig mensen. En dat gaat op een gegeven moment ook niet in je koude kleren zitten natuurlijk. Hier van Oostrum op de vrijworplijn. Swish. Ik dacht dat hij te kort zou zijn, maar loopzuiver. Duwde die bal, viel een beetje naar voren. Duwde hem goed door de ring. Nog steeds geen of, ja, 0-10 fouten ook nog steeds in dit kwart voor de Nelder. Ze hebben er in de hele wedstrijd tot nu toe eentje gekregen. En Leiden ook pas 6. Nou, dat is toch opmerkelijk als je ja, toch ook wat achter staat. Ik moet zeggen dat je dan wel moet gaan hakken. Laten de fouten nog eventjes achterwege. En weer Bouwknecht. Gaat naar 8 punten. Ja, dat is natuurlijk ook wat je doet. Hè. Stel dat je zone verdedigt. En je verdedigt alleen de ruimtes en niet de mensen. Dan krijg je natuurlijk wel situaties dat er geen fouten gemaakt worden. Ja, dat zat ik ook net aan te denken. Dat was Gorissen daar, die bal verloor. Staat nu weer te verdedigen op Venskoes. Hey, Kruithof er ook in. Nummer 17 van Leiden, rechts in uw beeld. Een lekkere wedstrijd speelde onder andere ook in Rijswijk voor de beker. En ook laatste tegen bal hier naar de basket. Koeler. Mooi atleet. Weet de ring net niet te vinden. Iets te kort. En zo is het toch het verschil 13 punten geworden. Schaftenaar. Kan er niet langs. Ja, en er kwam weer een dubbelteam, maar dit keer zet hij door en maakt hij gewoon uitstekend. En ja, vergeet niet, die man is, wat is die Martin? 2-10, 2-11. 2-11. En relatief lange armen ook. Ja, dan is het moeilijk af te stoppen hoor. Gebruikt zijn lichaam gewoon heel goed, pivoteert goed, goed voetenwerk. Ja, goed opgeleid natuurlijk ook in Amerika. Ja, zoals ik al eerder zei, hij zou zomaar in de oude DBL, zou die rookie van het jaar kunnen worden. Ja. Die regel is veranderd, hè, Martin? Nou ja, we zijn nu samen met B-Next, dus ik weet niet, die hebben het geloof ik over belofte van mooie baas van Koeler trouwens. Lekker balletje onderlangs. Mooie score voor Van Oostrum, die naar 6 punten gaat. Huurman op 12. In de NBA kan dat volgens mij ook, hè? Dat was dat toen met Louis Scola en zo. Die gingen op zijn 30ste zo'n beetje naar de NBA. En scoorde ook hoger in dat rookie of the year verkiezing. Hier Van den Elzen tegen zijn oude ploeg natuurlijk. Valt niet. Sabonis is ook zo'n mooi voorbeeld. Ja, de oude Sabonis. Ja, de oude Sabonis. Niet de jongen. Hier naar de basket. Behind the back. En wel ingeleverd door Gorissen. Die het koppeltje laat hangen even. Stiel van Kruithof, zullen we zeggen. De Suns moeten een beetje oppassen. Leiden in de tempo doorgaat, gaan ze de 100 wel halen. Nu al 41. Oeh, dat is een beetje in de problemen gekomen en ingeleverd.
door Lucas Kruithof. Dan aan de andere kant ook de bal weggegooid. Nu ook te veel turnovers van de Suns. Maar hij heeft controle. Hij werd wel goed gevangen door de coach. Ja, daar kun je wel een Peter van Noord overlaten. Man van Fresno State. En Ebeltjes ging er naartoe, Jos Kuipers ging er naartoe. Vrienden voor het leven wat dat betreft. We kwamen elkaar ook weer tegen in de Maaspoort. Die prachtige boekpresentatie van Game Changers. Mensen bijna uitverkocht. Arco, A-R-K-O, arcosportsmedia.nl. En dan snel nog even een exemplaar scoren van Game Changers. De geschiedenis van basketbal in Nederland. 544 pagina's, Martin. Meer dan 70 verhalen, honderden foto's. Vele nog nooit eerder gepubliceerd. 3,5 kilo. En dat voor een spotprijs. Het naslagwerk. Standaardwerk op het gebied van basketbal in Nederland. Gemaakt door Jacob Bergsma. Maar ook door Frits van Rijn en Mark Smits. Heb je hem al in huis? Ja, ik heb hem meteen besteld. Heb je wat kunnen lezen erin? Ik heb het hele Parker-relaas gelezen. Ja, we hadden een geweldig interview in met onder andere Frans van Egmond. Hier schotje van de Elze komt eraf. Een actieve Kruithof, niet voldoende. En dan cherrypicking. Hij was niet echt terug in de verdediging volgens mij. Hij stond zo ver al onder die basket. Sam Huurman gaat naar 14 punten. Heeft bijna de helft van de Helders productie. Oeh, he thought about it van den Elze. Neemt hem niet. Nee, een paar balletjes gemist. Ik heb er al twee gemist. Exact. Hier drawing the foul. Ververs is het zijkant, denk ik. Ja, denk het wel. Ja. Ik zie daar volgens mij ook een heel basketbalteam op de tribune zitten. Met blauwe kerstmuts op. Kleintjes nog hoor, van de blauwe brigade. Die stonden hier buiten met, in de kou met de Glühwein. Officiële supportersvereniging. Ja, mooi ruimte gevonden door Ververs. Oeh, net iets te hard. Hoge rebound van Oostrum. Ja, Den Helder komt weer een klein beetje terug. Tempo wat gedrukt. Leiden kan wat minder rennen. Heel makkelijk gaat het niet. Ah, wel een lekkere paas. Finish toch niet? Nee, Koelen mist. Had erin gemogen. Dwars gezeten door Van der Elze. En timeout voor Leiden. Ja, ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Het is even zoeken. Er zit even wat minder lijn in momenteel. Ja, het verschil was ook wat groter. Dus nu terug naar 11. Waar het verschil ook groot is geworden is in Rotterdam. Feyenoord staat daar met 38-20 voor tegen Apollo. 40-20 moet ik corrigeren. Vreemd genoeg geen live stats vanuit Weert. Dat is altijd wel minimaal hier. Maar ja, goed. Huurman inderdaad 14 punten topscorer. En bij Leiden is Bouwknecht topscorer met 8 punten. 41-30. We hebben nog 3 minuten 59 te spelen in dit kwart. De Leiden zit wel op een lekker schemaatje. Ja, ze kunnen gewoon even doorzetten. Ja, met al die groepen hier is het behoorlijk vol in de Vermeijl. Want ik zie ook op de tribunes aan de overkant geen ruimte. Maar ook de business tribune is zeker voor 80% ook bezet. We zullen niet allemaal de volle prijs betalen. Maar goed, die groepen hebben natuurlijk ook, zijn ook andere groepen die dus niet met die clinics meegedaan hebben. Volgens mij was het een groep waterpolo'ers, dacht ik. Oh, leuk. Ik zag in ieder geval AZC werd genoemd. Dus ik denk, nou, dat is volgens mij het waterpolo. Maar goed, okay. Wie ben ik? Ja. 11 punten voor Leiden, hebben een time-out genomen, waren niet helemaal tevreden. Dark Spratly en Martin Howard en Jan Stalman. En dat levert dit drietje op van Wenskoes. Die staat wel lekker te spelen vanavond. Even kijken, Martin. 9 punten, scoren bij Leiden. 9, inderdaad. 8 voor Bouwknecht, 7 voor Hammond, 6 voor Elsie Gare. En schaft naar 4, Rutherford 4, Ververs 2. Ja, Jake Biss. Ook een aantal wedstrijden aan de kant gezeten. Ja, zijn tweede driepunter. Nou, Rutherford twijfelde even. Er wordt geen aanvallende fout gefloten. Dan is het een goede doorzetter in tweede instantie. Weet hij te scoren. Hij moet het vaak hebben een beetje van die garbage ballen. Eigen schot vangen, aanvallende rebounds. Daar is hij goed in.
Heel soepel is het niet altijd, maar wel krachtig. Harde werker, die Tommy Rutherford. Leidt zijn nummer 42. Al ingeleverd. Veel turnover zo voor de Suns. Ja, dat was een turnover van Holman. Dus even kijken hoe het daarmee staat. Voor deze turnover was het 8 turnovers voor Den Helder. Dus nu dus al 9. Ja. Leiden 5. Ik wil de gokken van Den Helder gaat richting de 10 deze helft. Ja, en een stuk of 6 per helft. Zo, dan doe je het netjes. 7 kan misschien nog net. Je moet het wel een beetje bij blijven hier. Elsager, ja, als die open staat, dan duwt hij die 3-punters erin. En zo is het dan toch weer opeens 16. Ja, hij gaat naar 9, Elsager. Ik moet zeggen dat hij de laatste weken echt goed staat te spelen. Ik vond hem in Groningen ook erg goed spelen. Op belangrijke momenten ook acties nemen. Was dat geen lopen? Net niet. Net op tijd die bal losgelaten. En dan een schotje valt niet voor Holman. Ja, wel een schotje naar huis, Elsager. Niet per se dat hij ook veel fout doet. Het is alleen niet een super zichtbare speler. Ja, die voelt zich natuurlijk goed. Griebert of Ververs? Nee, net niet. Daar is Huurman toch net wat te lang voor. Maar hij pakt ook de drive, stond ook te verdedigen. En dat zijn natuurlijk wel criteria die voor de meeste coaches belangrijk zijn. Als iemand verdedigt. Ja, zeker en vast. Hier pakt hij de rebound. Wesley Elsagerman, die dus wat discussie stond van... heeft geen contract voor een volledig seizoen. Wat gaat er gebeuren? Gaat dat verlengd worden of toch niet? Hier Rutherford, Fiat Klaas. Netjes, 6 punten voor Tommy. Ja, mooie linker jumphoek. Ja. Oeh, daar gokte Oscar misschien iets te veel. Maar nog wel overgenomen door een blokje van diezelfde Rutherford die net dus ook scoorde. 18 punten verschil. Ja, Leiden zit al op de 50. Ja, zijn blok was op Nick Tran, die ook heel lang geblesseerd geweest is. En pas enkele weken geleden voor het eerst weer terugkeerde in de hoofdmacht van de Suns. Ja, dat is nummer 33 bij Den Helder. Schotje valt goed voor de Pocket Rockets. Nino Gorrissen. Schoot nog wel eens een game winner raak. Een driepuntertje in Sportlaan tegen Leiden, een tijd geleden. Ja, dat was die wedstrijd die uiteindelijk niet ging tellen. Zat ik ook aan, want er was iets mee met die wedstrijd, zat ik ook aan terug te denken. Hier Ververs. Ja, afgelegd. Oeh, dan toch met moeite. Nee, dat was een wedstrijd die 104-102 werd na verlenging, waar Leiden in het begin waanzinnig achter stond. En daarna kreeg Leiden nog een keer klop van Rotterdam en toen werd de competitie gecanceld. Vanwege corona. Dat was het. Ik zat te verzinnen van hoe was die context ook alweer. Ja, duidelijk. Dus die wedstrijden zijn wel gespeeld, maar officieel hebben er nooit wat mee gebeurd. Duidelijk, Martin. Ja, wat is zo het wedstrijdbeeld wat jou betreft van Leidse kant? Nou, als Leiden het tempo hoog houdt, dan moeten we gewoon langzaam uit kunnen lopen. Het is nu 15 punten. Ik denk als Leiden echt doordrukt en door blijft spelen en Den Helder wat vermoeid raakt. Dat Leiden toch met 25, 30 punten verschil wel moet kunnen winnen. Uit was het ook 26. En toen had Leiden vooral last van Darius Banks. De Amerikaan die met heimwee is vertrokken. Die toen 27 punten had. En die Jake Biss had er toen 21. Ja, dan gaat het natuurlijk al snel. Dus ja. Den Helder had natuurlijk gehoopt dat ze met Kevin Bleker, die op het oude nest terugkeerde, een 2,11 meter jongen hadden voor onder de basket. Ja. Maar ja, Bleker is van de zomer is geopereerd. Heeft nog steeds veel last, dus gaat nu voor een second opinion. Okay. Dus ik denk niet dat hij nog aan spelen toe komt dit seizoen. Ja. Ja, een mooie high energy speler natuurlijk, Bleker. We kennen hem onder andere ook van Zwolle. Ook daar redelijk wat pech gehad qua blessures. Lang eruit geweest. Ga door, laatste minuutje Martin, tweede kwart. Vlieg voorbij. Wat er besproken is in de huddle bij de Suns. Waarschijnlijk iets over deze aanval in ieder geval. Dan krijgen ze straks ook nog een keertje de bal terug. Dus eigenlijk nog twee aanvallen in principe moeizaam, maar het lukt wel. Diep in de defense gekomen door Gorris, 6 seconden. Open schot. Oeh, mist bijna alles, Jake Bist. En dan gaat Leiden natuurlijk veel tijd nemen, zodat Den Helder zo min mogelijk tijd straks heeft. Dat niet heel veel zal uitmaken. Den Helder heeft sowieso nog straks een dikke 10 seconden.
opgepost door Rutherford. Onwijze mismatch tegen Gorissen. Waarom geef je dan die bal niet? Hier schotje van goede rebound tegen diezelfde Gorissen van Rutherford. En een foutje op on the floor, denk ik. Fout op Ververs. In de penalty zijn ze niet de heldenaren. Nee, ik vind het onbegrijpelijk als je een high-low speelt. Want dat was de situatie. Dat Van Breen naar de high post komt. En Rutherford heeft zijn man gesield. Dus die een loppage richting de basket. Had gewoon een score moeten zijn. Volgens mij had Van Breen het helemaal niet in de gaten. Wat er, blijkbaar, want hij stond dus echt tegen Nino Gorissen. Het grote verschil kun je bijna niet hebben. Nog schotklok stak uit, nog 8 seconden. Dat uit omdat er minder dan 14 seconden te spelen waren. En hier een fout verdiend. Ten Helder zit sowieso in de penalty. Dus dat is 2 shots voor Wesley Elsiger. Volgens mij past de derde en de vierde vrije worp. Of misschien de vijfde zo'n beetje. Martin, en voor Leiden. Veel meer kan het niet zijn deze eerste helft. Of nog minder misschien. Ik zit bij de verkeerde wedstrijd. Ik wil in een goede boxscore kijken. Met al die wedstrijden die bezig zijn hier. Elsiger. Leiden stond op 0 uit 3. Dus, 0 uit 3. Nou, dan wordt het in ieder geval 1 op 4. Nee, Rutherford had er in ieder geval 2 gemist. En er zal nog iemand een bonus gemist hebben. Dat is een bonus, ja. Ja, klopt. Volgens mij was het niet Schaftenaar. Nou, in ieder geval hier Elsiger. Die 2 op 2 schiet. Leiden dus 2 op 5. Fout gemaakt, redelijk slim. Want Ververs. Leiden had een fout te geven. Of meerdere fouten te geven. Ja, Leiden stond op 2 teamfouten. Dus nu 3. Dus ze kunnen nog steeds eentje maken. En Den Helder heeft nog 1 seconde. Hammond heeft er 2 fouten. Van Bree ook. Bij Den Helder niemand meer dan 1. Ja, dat zegt ook wel iets. Maar Martin heeft ook al uitgelegd. Die bal ging tegen het plafond. Martin heeft ook al uitgelegd dat als je, zeker als je wat meer zone verdedigt, dat je dan ook gewoon meestal wat minder pace maakt. Dus het wil ook niet zeggen dat je niet hard verdedigt als je geen pace maakt. Dat is, gaat ook weer een beetje te ver. Ja, je hebt ook hele agressieve zones die met allemaal trips werken. En daar worden dan gewoon sowieso wel meer fouten gefloten. Het is een kwestie waarvoor je kiest. Ik denk dat Den Helder er ook voor kiest als ze met de men blijven spelen. Dat ze op een gegeven moment toch wel een groot probleem gaan krijgen om iedereen af te stoppen. En met meer fouten te kampen krijgt. Ja, dan moet je dus ook meer mensen van je bank gaan halen. Laatste vraagje voor nu. Martin, in hoeverre brengt dit Zorg en Zekerheid Leiden wat je vandaag van ze had verwacht? Ja, nou ja, ik ben altijd een redelijke optimist. Dus ik zei op de tribune moet ik altijd een voorspelling doen. En meestal zit ik er wel aardig in de buurt. Ik heb nu gezegd 31 punten verschil. En dat is met alle respect voor Den Helder. Maar dat is mijn voorspelling voor vanavond. En Bob van Nijs team vond het iets te grof. Maar die ging van de 23 punten uit verschil. En dan niet in het voordeel van de Suns. Reggie Miller, 31 voor jou. Michael Jordan, 23 voor Bob van Nijs. We gaan kijken. Misschien komt het wel precies in het midden uit, Martin. Dat is dan 27 als ik even snel reken. We gaan het allemaal zien. Martin Hoekstra, bedankt voor nu. Jij duikt straks nog lekker met onze statistieken in. Over 10 minuten zijn we terug. We gaan naar onze sponsors. Wij zijn Zorg en Zekerheid. Als regionale zorgverzekeraar zetten wij ons in voor sociale activiteiten die verbinden en inspireren. Want meedoen in jouw buurt houdt je langer fit en gezond. Zo werken we bijvoorbeeld met de buurtcamping, waar bewoners elkaar op een bijzondere manier ontmoeten, wat zorgt voor vriendschap en een thuisgevoel in de buurt. We ondersteunen lokale basketbalcommunities, waar jongeren van elkaar leren en hun talenten ontwikkelen. We werken samen met organisaties die patiënten en hun gezin begeleiden bij het omgaan met een ziekte als kanker of dementie. En omdat je ziek voelen niet altijd een medische oorzaak heeft, maken wij het mogelijk dat je kan worden doorverwezen naar een welzijnscoach. Zorg en Zekerheid. De zorgverzekeraar uit de buurt voor de buurt. We'll be right back.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes. We gaan zo direct verder met de tweede helft van Zorg en Zekerheid Leiden tegen Den Helder Suns. Stand na 20 minuten spelen. 53-36 voor Zorg en Zekerheid Leiden. Hoger schotpercentage. 2 punten van Leiden zijn 68,2%. Bij de Suns 45. Leiden 7 uit 18, 3 punters. Den Helder 3 uit 9. Dus wat dat betreft genoeg voorsprong. Rebound overwicht. 10 aanvallende rebounds gepakt door Leiden. Turnovers Leiden 5 en Den Helder 9. Dus dat is redelijk gelijk gebleven op een gegeven moment. Bij Den Helder Sam Huurman nog steeds topscorer met 14 punten. Ik zie dat ook niet zo snel veranderen. Sam van Oostrum en Jake Biss hebben 6 puntjes. En Nino Goris er 5. Troy Koeler 3. En Jacopo van der Knaap 2. Nick Tran en Dion Halman hebben nog niet gescoord. En bij Leiden Wesley Elsinger topscorer met 11 punten. Erikas Venspoes 9. Thomas Rutherford 8. Heeft ook al 6 rebounds. Maarten Bouwknecht 8. Dion Hemmen 7. Roland Schaftenaar 4. Luc van Bree 4. Marijn Ververs 2. En Stan van de NL en Lucas Kruikhoff 0 punten. Alright. Dan gaan we even naar de andere tussenstanden. In Rotterdam is het ook rust. Daar staat Feyenoord met 46-22 voor tegen Apollo. Ja. Twee Dix heeft er alweer 14 punten in liggen. Dat is toch een scoremonster bij uitstek. Als je hem lam legt, dan heeft Rotterdam altijd wel een groot probleem. En bij Amsterdam heb je Kester Ofoegbu met 8 punten de topscorer voor de Amsterdammers. We hebben geen genius meldingen vanuit Weert. Maar we kunnen wel op de homepage van de B-Next League. Daar komen de standen wel door. Okay. En bal speelt tegen Joost. En daar is het ook rust. En er staat bal met 38-34 voor. Hey. Dus dat is wel een verrassende tussenstand. Ja, bal heeft het moeilijk. Joost verloor wel ruim van de week, Martin, van Aris. Aris dat het natuurlijk hartstikke goed doet. Ja, Aris was natuurlijk ook uit de revanche tegen de Joost. Want in de eerste competitieronde verloren ze nog van Joost. Ja. In eigen huis. En er zijn natuurlijk twee ploegen die mee willen gaan doen in de Elite Gold, om het zo maar te zeggen. Ja, aan onze vrienden van Donar, Martin, die moeten op gaan letten om niet in de zilver te belanden. Ja, want Donar heeft morgen ook nog een moeilijke wedstrijd voor de boek. Zwolle. Die spelen thuis tegen Landstede Hammers. Maar daar moet ik wel bij zeggen, Donar heeft pas 4 keer gewonnen. Maar toevallig wel 1 keer tegen Landstede Hammers in Zwolle. Dus ik bedoel, dat kan natuurlijk altijd nog gebeuren. Ja, zeker. Maar ook Rotterdam die staat aan 8e met 13 punten uit 9 wedstrijden. Nou, die kan je er gewoon 2 bij tellen nu. Die komen ze op 15 uit 10. En ja, Donar, als ze morgen verliezen, is het 15 uit 11. Dan staan ze ook achter Rotterdam. Kijk, Den Helder gaat ook naar 11 punten. Die gaan ook naar 15 punten. Die zijn ook nog steeds gelijk met Donar. Dus niet dat Den Helder nou de ambitie heeft om Elite Gold te spelen. Maar Joost United kan een overwinning in Weert wel goed gebruiken. Omdat ze dan een gaatje kunnen slaan met Donar. Nou, dat maakt het toch allemaal wel spannend. Leiden in principe zal niet echt hoeven te vrezen om die groep mis te lopen, zou je zo denken. We hebben wel wat verloren. Ik herinner me Zwolle, ik herinner me Den Bosch. Dat was het dan ook. Iets. Ja, nee, dat was het dan ook. Dus wat dat betreft, waar we af en toe wel eens denken, het team is nog groeiende. Er werd net aan mij gevraagd door een van de supporters. Ja, wie is nou de beste speler van Leiden? Dat is altijd een leuke vraag. Dat is ook een oneindige discussie. Maar ja, je zou bijna kunnen zeggen dat het bij Leiden echt een team effort is. Dat is deels een zwakte, deels ook een heel sterk punt. Zag je ook van de week toch in Groningen. Van wie gaat het komen? Nou, dan komt er meest Bouwknecht erin. Dan doet Schaftenaar goede dingen. Elsinger. Ja, vandaag zie je in het begin is het Hammond. Denk je van, Hammond die heeft helemaal een man. En dan wordt het later toch weer overgenomen door Elsinger of door Venskoes. Dus nou ja, deels is het feit dat je wat minder dan vorig jaar, hè, zou je kunnen zeggen, dun, heel sterk, Rudy de Jong heel sterk. Tuurlijk ook Mikolauskas, ook de Boetis. Maar dat is nu toch denk ik meer gelijk bij Leiden, Martin. Dat verschilt een beetje per wedstrijd, het wisselt wat. En de kracht zit hem in het collectief, zullen we maar zeggen. Maar dat is ook zo. Kijk, Kruithof moeten we nu meetellen als zijnde een volwassen speler voor de selectie. En dat betekent dat Leiden gewoon 10 man diep is. Ja. Dus ik bedoel, je kan Kruithof wel gewoon inzetten. Niet dat hij
meteen een heleboel punten erin gaat gooien. Maar het is wel een speler die gewoon veel voor je kan betekenen. Ja, nou, hij is actief, Kruithof. Hij heeft een goede basketballichaam, maar daar lukt het niet voor hem. Het daar ingelegd, ja. En voor de zoveelste keer een second chance actie van Rutherford. Die gaat netjes naar 8 punten. En ja, de hoogste scorer bij Leiden heeft er maar 11. Dat is Elsiker. Maar Leiden heeft er wel 55. Rutherford gaat zelfs naar 10. Nou, gelijk Martin. En Elsiker met een spin. En dan aan de noodrem getrokken enigszins. Was dat van Oostrum. In ieder geval 2 shots voor Wesley. Die kan dus naar 13 punten gaan. Bij Den Helder is het sprokkelen. Huurman dan weliswaar 14. Maar daarna pas met 6 puntjes. Bis en van Oostrum. En dat is het dan wel bijna. Martin heeft ze ook net opgenoemd. Ja, Goris had er nog 5. Ja. Ja, nu staat er opeens een verschil van 20 op het bord. Martin wil naar die 31 toe. Dat snap ik ook wel als je dan zo aan het gokken bent met je vrienden. Ja, we winnen er niks mee. Dat is dan weer jammer hier. Ook de vrije worp raak dus voor Alsager, die inderdaad naar 13 punten is gegaan. Topscorer niet binnen de wedstrijd. Dat is Huurman, een puntje meer. Dus kijken of Den Helder kwamen toch een aantal keren aardig terug in de tweede kwart. Of ze dat nog een keertje kunnen. Zo richting de 15 bijvoorbeeld. Dit helpt. Mooie running hookshot. Ja, net even te snel voor Rutherford. Ik denk dat hij liever Bleker tegenover zich had gehad of Helman. Daar is het Hammond. 7 seconden nog maar. Moet wat gebeuren. Wordt ook geroepen vanaf de tribune naast ons. Shoot, shoot. Duurt allemaal lang. Kan nog. Ja, op tijd. En dan heel slim gedaan. In ieder geval voor zijn eigen rebound gegaan. Ingetipt door Ververs. Pas zijn eerste field goal. Zijn tweede van de avond. Beetje laat met de punten drukken bij de scouting. Komt vast wel weer goed. Hier Elsiger. Oh, bullet pass. Aangeraakt nog door Den Helder. Ja. Bijna van breed bereikt. Die onopvallend speelt tot nu toe vandaag. 4 punten, 2 fouten. Ja, in Groningen was hij lange tijd ook onzichtbaar. In de slotfase. Toen Leiden aan die run begonnen was, had hij even 2 snelle scores achter elkaar. Ja. 2 hele belangrijke scores. Ja, dus je weet ook nooit waar je aan toe bent, hè? Nee, hier Elsiger, die stond wel heel vrij. Maakt hem dit keer niet. Ja, morgen dus die wedstrijd. Morgenmiddag Zwolle tegen Donar. Leuk om te volgen. Nou, goede lengte van Oostrum. Wat groter dan zijn broers. Gooit het balletje raak. Hij gaat naar 8. Hammond, moeilijke bal hoor. Nou, en dit deed hij in Donar. Hij had een aantal goede acties tegen Groningen, maar het kostte Leiden toen bijna de wedstrijd. Dit is totaal niet in de flow van de aanval van Hammond. Er was wel iets van rebound. Rutherford had hem bijna, maar dat moet hij nog leren, Hammond, om in de flow of the offense te spelen. En soms moet je wat forceren natuurlijk, of soms kun je ook wat forceren als je zo goed bent. Maar dit schot, ja, vond ik niet zo goed getimed. Verre 2 punter ook nog eens een keer. Neem dan een echte 3 punter. Hier een echte 3-punter is te kort voor, was het Koeler. Ja, Ververs. Koeler had 4 3-punters van de week. Tegen bal en een fout. Ja, horen ze, die hing er wel vol bovenop. Rutherford. Die ook lichtelijk geïrriteerd reageerde wel. Er is een lastige vlieg die in mijn aura zit. Aura nog wel? Ja, ja. Aureool waar we doorheen gooien is in ieder geval die oranje ring die op 3,5 meter hangt. Hier foutje. Ja, het gaat hard met de fouten. Derde de teamfout voor Den Helder in 3 minuten. En weer Gorissen. Oh. Nick Tran komt er ook in. Ik denk dat hij de Gorissen komt vervangen. Die heeft 3 fouten als enige in de hele wedstrijd. Nino Gorissen. Elsiger, 10 seconden.
pikje gezet, niet benut. Nou, dat is wel heel streng gefloten. Maar niet een heel slecht voetenwerk van Nick Tran, die dus erin kwam om de man die zoveel pace maakte, Gorris, een beetje te vervangen. Ja, Den Helder al in de penalty. Ja. En we zijn net even iets meer dan 3 minuten bezig. Je zou bijna zeggen dat de scheidsrechters het een beetje gelijk trekken. Maar dat is misschien ook weer erg flauw. Hier Elsiger weer uit diezelfde hoek. Ook dit keer niet. Goede rebound voor Van Bree. Tegen Koeler. Open bal. Ververs. Straight up. En weer rebound voor Leiden. Ja, echt lengte overwicht met Rutherford daar. Wordt gestuurd. En one, denk ik. Ja hoor. Nou, dat doet hij goed, Martin. Echt een beetje de garbage man vandaag. Rutherford iedere keer maar die gemiste schoten oprapen en afwerken. Gaat naar 12, neem ik aan. Nog niet bijgeschreven in de scouting. Ja, en ik denk dat hij nu 2 rebounds pakt. De eerste pakte hij en die ging missen en pakte zijn eigen rebound nog een keer. Ja. Dus volgens mij moet hij nu ook op 10 rebounds komen. Dat noemen we dan een dubbel-dubbel. Scouting zal zo wel worden bijgewerkt. Hier is Rutherford. Is goed. 22 punten verschil. Spanning is er wel een beetje uit inmiddels zo. Zeker met Den Helder in foutenlast. Wat kunnen ze nog? Je wilt natuurlijk goede aanvallen spelen, goede schoten creëren, samen blijven spelen. Het is een moeilijke bal. Het is wel een goed, mooie bal hoor, van Oostrum. Die begint een beetje los te komen. Lijkt erop dat de scouting bij Leiden zit niet helemaal vast. Maar het is niet gelukt, want die score van Oostrum staat er wel op. Maar die van Rutherford nog niet. Als nee. U misschien meekijkt op de live stats, komt allemaal wel weer goed. Ja, die staan ook nog niet helemaal gestript daar. En een fout dan van Ververs. Dat is zijn tweede, denk ik. Ja, tweede fout voor de captain van Leiden. De live sets komen helemaal niet door, want daar staat het nog steeds 59-40 met nog 6:35 te gaan. We zijn al wel 40 seconden verder in de wedstrijd. Ja, u ziet het gewoon in de scoreballen hoor, onderin in beeld. Daar is niks mee aan de hand. Die komt gewoon direct van het lokale scorebordje hier aan de muur. 20 punten verschil. Live Stads hebben misschien even een kleine hapering hier. Ververs bij de ring gekomen. Ja, maar niet afgewerkt. Hier vind ik nog steeds dat hij meer uit moet halen. En ik had het er wel eens een keer over dat dunken van Ververs. Niet dat dit nou een makkelijke dunkactie was, helemaal niet. Maar we zagen hem dunken in de bekerwedstrijd in Rijswijk laatst. Martin, jij zat op de eerste rij commentaar te geven. Dus wel degelijk een dunk in huis voor onze Marijn. Ja, en ik vroeg het na afloop aan hem. Ik zeg, nou, dat was al je eerste. Hè? Maar op de training schijnt hij dat ook af en toe al te doen. Ja. Maar hij kan het niet vanaf 1 been, wel vanaf 2 benen. Oké, nou die dunk in Rijswijk die ging echt heel overtuigend hoor. Dat zag er hartstikke tof uit hier van Oostrum. Op het laatste moment nog even afgepaast. Mooie beweging inside. Had een beter lot verdiend voor Nick Tran. Valt er dus naast. Ja, die bonus vrijworp van Rutherford staat er nog niet op in ieder geval. Ja, mooie vrijgekomen hem. En dat is een goed schot. Wat valt dan niet? Dat is geen ramp. En goed ingetipt. Ja, weer aanvallende rebound. En Leiden heerst in de rebound. Daar wordt Den Helder echt weggespeeld momenteel, Martin. Leiden mist vrij veel. Maar dan hebben we iedere keer die tweede kans. En hier een turnover nog eens een keertje van de Suns. Die ging blijkbaar via Huurman over de lijn. Nou, Leiden controleert de wedstrijd. Geen reden voor het publiek om helemaal in vuur en vlam op de banken te gaan staan dansen. Schaftenaar is er ingekomen. Hij is Rutherford komen vervangen. De call hier is aanvallende fout. Ja, van Bree. Oh, het is ook een mooi nieuws voor Mohamed Kerazi en Martin. Die een club gevonden heeft in Leuven in Vlaanderen. Ja, bij Eddy Kasteels. Klopt. Daar is vandaag of gisteren zijn eerste wedstrijd heeft of had. Dus, mooi om hem ook weer. Ja, we gaan hem. Hangt een beetje vanaf Leuven in de gouden groep komt natuurlijk. Ja, dat is nog wel even de vraag. Dus ik weet niet of we hem gaan tegenkomen. Maar in ieder geval is hij gewoon weer onderdeel van de B-Next League. Uitgepaast. Mooie bal. Wel gechallenged door Hammond. En dan gecontroleerd door Elsiger. Ja.
Ja, Doug Spradley was zelfs een beetje geïrriteerd dat Leiden zo'n fase had met weinig wedstrijden. En dan ook nog eens tegenstander uit de eerste divisie. Drie keer voor Van Pre. Maar uiteindelijk, Martin, ze weten dan toch te winnen in Groningen. Ze controleren hier gewoon correct de wedstrijd. Doen weinig echt fout. Spelen effectief. Spelen samen. En wat dat betreft is de gedisciplineerde effort van Leiden. Dan kun je natuurlijk zeggen dat de druk niet op zijn allerhoogst is. Hier Van Breed die net raak gooide. Nu niet, jammer. En rebound gechallenged door Schaftenaar. Maar via hem ook over de achterlijn. De Leipstads zijn weer bijna bijgewerkt. Op één puntje na. Er moet nog één vrij worpje ergens bij komen. Ik denk dat die van Ruddervoort is. Ja. Martin gaat het even doorgeven aan onze collega's hier beneden ons. Ook in Den Helder, Martin, is het de bedoeling dat men de intrek gaat nemen in een nieuwe sportentempel. Dat was eigenlijk al soort van klaar, maar er waren wat constructieproblemen mee. Maar dat wordt nu allemaal opgelost. En dan zal, als het een beetje mee zit, in het nieuwe seizoen zowel Leiden als Den Helder in een nieuwe hal spelen. Ja, op een gegeven moment dat er iemand nog wel een hard hoofd had of die hal wel op tijd klaar zou zijn. Hij zou eigenlijk... Ja. Oh, mooie bal zeg. Hij had misschien nog wel een klein foutje bij gezeten. Goeie lay-up was dat. Van Nick Tran. Een eerste field goal. Hier Hammond, ja, dat is wel een aardig schot voor hem. Valt net niet. Het is met Hammond wel van, als zijn schot niet valt, is het ook weer niet zo dat hij heel veel andere dingen doet. Niet iemand die, het hoeft ook niet bij dit Leiden. Het is ook misschien niet helemaal hun game, maar het is niet iemand die echt drivet, Hammond. En hier gokt hij en wordt een van zijn vingers geknakt. Even voelen, even kijken hoe erg het is. Ik denk niet dat Hammond gescoord heeft sinds de eerste 3-4 minuten. Staat al een tijd op 7. Elsegair, ja, schoten vallen ook bij hem niet meer. Staat al een tijd op 13. Bij Leiden nu toch weer even zoeken naar wie je de bal erin krijgt. Het schotpercentage van Leiden is niet altijd best hoor vandaag. Die aanvallende rebounds maken het aantal punten prima. Hier het jumpertje van Den Helder. En ook Spradley lijkt het een beetje met ons eens te zijn. Die denkt, dit loopt niet helemaal lekker. Oh, pardon Martin. We moeten dat er eens even over gaan hebben. Terwijl we even wat replays natuurlijk weer gaan opzoeken op de replay device. Ja, Martin, wat valt je op? Nou, Leiden staat alleen nog maar te schieten hè, en krijgen die ballen er niet echt in. Vallen niet meer zoveel de ring aan. En Den Helder denkt van ja, het tempo is lekker om het een beetje laag te houden. En die melken de aanvallen redelijk door. Dat had net ook een score vlak voor de zoomer. De zoomer ging af, maar de bal was net los. Ja, dan blijft het een beetje zo hangen. Het is nu 18 punten verschil, vaak 19. Want ze missen die vrije worp van Rutherford nog. Ja. Dus ja, dat is... Goed verhaal. Nou, zou zeggen, die 31 zit er niet in voorlopig. En wat is dat dan, Martin? Ja, die vraag is moeilijk te beantwoorden. Maar is dat dan een beetje onderschatting of verslapping? Zo van, nou ja, het loopt allemaal wel. We kunnen wel wat minder gefocust zijn. Of we kunnen wel gewoon lekker een beetje gaan lopen schieten. Of wat kan dat dan zijn? Waardoor een ploeg toch even weer bij de les moet worden geroepen. Ik denk dat het ook een soort vorm van volwassenheid is. Dat je gewoon 40 minuten scherp moet kunnen spelen. En daar hoorden we Hamming in het verleden ook al over. Die was al blij als er 30 minuten met focus gespeeld werd. Ja, en zeker in een team waar je eigenlijk 10 spelers hebt die je kan inzetten. Ja. Zou je iets meer van mogen verwachten. Dat je gewoon inderdaad dan maar wisselt, andere spelers erin zet. In de hoop dat die wel... Doen. Nou, dat is voor een behoorlijk deel gebeurd. We zien Kruithof erin gekomen en Bouwknecht hier Schaftenaar. Lekker go-to move, het hoekshot. En ik zie dat Rutherford bonus is aangekomen.
Dankzij onze boekhouder, statisticus Martin Hoekstra, die een lijntje heeft met de scouting. Gelukt hier Else Gerr. Ja, of ze mijn dingen hebben gelezen, dat weet ik niet. Maar hij zat er in ieder geval op. Goed geregeld, alles weer bijgewerkt hier van Bree in de post. Natuurlijk schaft er aan. Goed doorgepaast. Oeh, dat had hij er ook wel in gemogen hoor. Maar ja, dan toch ook weer met je rechterhandje op links, Else Gerr. Ja. Het is wel je beroep hè, om gewoon ook met links te kunnen scoren hier. Nick Tran, nummer 33. Ja. Nou, hij komt dan gewoon een beetje klem te zitten tegen die ring. Nou, dan valt hij niet. Buurman. Oeh, een beetje shuffling met zijn voetjes hier. Nick Tran, inderdaad. Rebound, goed gedaan. Oeh, het was geen halve maatregel van Schaftenaar. Op, was het op Halman? Ja, Halman, nummer 36. Ja, Rudervoort staat op 13 punten, 11 rebounds op dit moment. Nou, het is opmerkelijk hoe goed het gevuld is en toch ook hoe rustig het is. En ja, natuurlijk, de spanning is zo niet direct en dergelijke. Maar ja, zijn wel eens van die momenten ook bij niet spannende wedstrijden dat toch een beetje de vlam in de pan slaat. Zo lekker bij het publiek, er gebeurt wat moois, maar je hoort ze eigenlijk niet. Nee, maar dan zit je ook te wachten op een knoepert van een dunk of zo. Dat is wel waar. Dat is wel waar. Dat de tent het dak eraf gaat. Maar er moet er gewoon echt spektakel komen. En als dat er niet is, maar degelijk basketbal. Ja. Ja, Halman. Ja, eerste veel te kort. Klopt, Martin. Publiek ook wat rustiger. Ja, dat speelt zeker mee. Tweede wel raak voor Halman. Die gaat naar 3 punten. DJ gooit er een deuntje in. Ja, Leiden heeft natuurlijk niet echt een ploeg met letterlijke hoogvliegers. Natuurlijk is er wel eens een lekker edeljoepje en dergelijke. Maar ja, het is... Maar met alle type team dan bijvoorbeeld wanneer je een Wordy de Jong hebt. Hier, jammer. Fluwele schot van Schaffenaar valt net niet. Hij speelt toch wel weer een lekkere wedstrijd. 6 punten voor Roland Schaffenaar. Waarom gaat de zoomer af? Want het kwart is afgelopen. Ja, dat is logisch. Ik dacht dat het schotklok was. Ja, maar die klinkt anders. Het einde van het kwart. Wat voor kwart hebben we gezien, Martin? Nou, ik vond het niet zo denderend van Leiden eigenlijk. Ik bedoel... We zijn natuurlijk wel uitgelopen van, wat was het bij rust, 17 naar 20 zijn er 3 punten uitgelopen. Het verschil was wel iets groter op een gegeven moment. Ja, rond het 20 punten verschil. Rudervoort, Else Gerr allebei 13 punten. En Moerman aan de andere kant 16. Ja, ik denk dat de meeste spanning in Limburg zit. Gaan we het zo over hebben, Martin. We gaan eerst naar de sponsoren. Ja, daar zijn we weer. We gaan aan het laatste kwart beginnen. Ik had het net even over bal tegen Joost United. Daar zat het aan het einde van de derde kwart 55 tegen 50 voor de ploeg uit Limburg. En dat zou voor Joost een lelijke streep door de eerste rekening zijn. Hier gaat het om een spel ondertussen verder. 20 punten verschil. De vraag is alleen van, komt Den Helder nog een beetje in de buurt? Dat het nog een reden verschil wordt? Of... loopt het alleen maar op. In ieder geval een hele makkelijke score van Oostrum. Gewoon een open jumpertje met 1 fake en klaar. Dat mag de verdediging van Leiden zich wel aanrekenen. Nu wordt er geprest op Maarten Bouwknecht. Die raakt natuurlijk de bal nooit kwijt. Van de Elze.
Schafte naar even een hoekshotje. Het is bijna alsof hij niet normaal kan scoren, maar dat het altijd met een hoekje moet. Maar goed, als hij erin gaat, joh, dan vinden we het allemaal prima. Ik bedoel, die Goedold Schaftenaar mag je zeggen, hoewel het natuurlijk zo uit nog lang niet is. Venskes rebound. Venskes hebben de tweede helft toch weinig van gezien. Speelde wel een leuke eerste helft. Even naar de tafel, er zal iets niet gelopen hebben. Ik denk de 24, ja, moet er even 3 seconden eraf. Snel opgelost. Steeds 20 punten verschil. Nou, maar ook net hebben we nog niet heel veel gezien vanavond. 8 punten in korte tijd. Dan hier lekker runner van Ventskus. Inmiddels toch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spelers met minstens 6 punten bij Leiden. Degene die nog geen punten hebben. Dus iedereen die gescoord heeft bij Leiden heeft er minstens 6. Kambier ook nog niet gezien. Van der Elzen weinig gezien. Is nog erg wisselvallig. En Bos ook niet gezien, dus dat is logisch. Kruithof wel gezien, maar nog geen punten voor Lucas. Maar ja, afgezien van Kruithof en ja... Van den Elzen, alle rotatiespelers dus eigenlijk lekker aan het scoren. Ja, dat is een mooie high-low met Schaftenaar en Venskes die we uiteindelijk afrond inside. Het verschil opeens weer is gegroeid naar 24 punten. Ja, en Elsegier en Venskes en Rutherford zijn alle 3 topscorer bij Leiden met de 13. Bij den Helder 2 man in de dubbele cijfers. Dus Van Oosteren met 12 en Huurman met 16. Hier dan Van den Elzen, kan hij op het bord komen? Nee. Goris geeft goed gas. Fout van Kruithof. Tank zijkant, ja. Ja, Rotterdam heeft natuurlijk weinig moeite met Apollo. Daar zijn ze inmiddels ook aan het laatste kwart begonnen. Daar staat het 70 tegen 33. Dus ja, dat is allemaal niet veel. Hey, we hebben live stats in Weert. Genius is wakker geworden. Ja. Bouwknecht en 3 punten erin. Dan in schiet voor 78-51. Waarbij de Bouwknecht met zijn derde drietje op 11 punten komt. En dan kan ik even zeggen, in Weert is nog 8 minuten 34 te spelen. En daar staat het 63-58 voor bal. Waarbij bij bal Ocean Brathwaite 19 punten heeft. En Vince Cole bij Yoshi United 20. Dus dat is wel een wedstrijd die nog flink bezig is en ook wat tot de wire zal gaan. Dat is ook de enige wedstrijd waar het spannend is vandaag van de 3 die er zijn. Ja, hij kan de bal heel goed gebruiken, een opstekertje. Ja, Joost een stuk minder natuurlijk. Toch een beetje dreigen weg te zakken is misschien veel gezegd, maar... Leuk aardig aan te haken bij wat hogere regionen. Ja, we wisten wel nog een paar weken geleden van Donar te winnen. Nadat Donar al bij Leiden verloren had. Ja, in de kooi was dat. Ja. Ja. Alleen ze verloren thuis van Ares Leeuwarden. En ze verloren uiteindelijk ook van Landstede voor de beker met een met 9 punten verschil of zo. En hier komen ze in ieder geval wel terug tot 3. Door de score van Spencer Levy, toch een beetje een soort double-double machine. Ja, zeker. Bonkige center, stevige kerel van Yoast United. Ja, bij den Helder heeft men dus geconstateerd, het gaat nu naar de 27 punten. Het gaat er hard. Aanvallend zal het zoeken blijven, maar in ieder geval willen ze ongetwijfeld wat aan die verdediging doen. Gaat mij prima. Ja, en nog 4 puntjes en dan komt jouw Nostra Hoekstra, die komt weer aardig uit. Voorspeller uit Oestgeest. Hier fakeje gedaan door Koeler. Ver van de basket gehouden door Van der Elzen. Een beetje cheap foul op Kruithof. Oh,
Ik moet meteen weer denken aan die scheidsrechter van gisteravond bij Nederland-Argentinië. Niet dat ik deze arbiters daarmee wil vergelijken, daar is geen enkele reden voor. Maar het was wel een bijzonder schouwspel. Het was ook zo'n beetje het enige wat 80 minuten lang interessant was. Maar laten we maar even teruggaan naar het basketbal. Hier had bijna Wenskoes de bal dan tegen een voetje. Of? Voet van Van Oostrum. Ja. Voetbal. Voetbal. Ik heb het over voetbal en Van Oostrum maakt voetbal. Dat is dan wel weer poëtische justice. Ja. Je hebt het wel gezien toch, Hoekstra? Ja, ik heb me zitten verbijten. Oké. Nou. Echt. Hier een lekkere paasje. Dat had wat krachtiger gekund. En dan in de tip ook niet Wenskoes. Hier wil ik liever zien een fake en gewoon doorstappen en afdunken. Of in ieder geval een fout trekken. Dat is iets te subtiel. Wel een lekker paasje van Kruithof. Daar de dish ook op mijn voetje. Van Schaftenaar in dit geval. We zijn opeens allemaal aan het voetballen. Ja, dan maar met z'n allen voor Marokko, Martin. Huh? Ja, die hebben wel de halve finale bereikt. Supergoed. En het laatste wat ik hoorde was dat Frankrijk voor stond tegen Engeland. Maar dat was zo vrij snel. Dat heb ik even niet kunnen volgen. Dat is natuurlijk deze avond ook nog hier naar de corner. Dan de baseline, op de baseline gestapt of een fout? Nee, een fout. Het gaat opeens hard met de fouten nu bij Leiden. Derde fout in 3,5 minuut. Bouwknecht op de bom. Foutenlasten van Breeën naar 3 fouten. 1 aanvallende. En Van der Knaap in korte tijd naar 3 fouten bij Den Helder. Gorrissen maakte er ook in een vlotte periode 3. En hier raapt Leiden de bal op. Het is 1-1 geworden door een penalty van Kane. Een penalty, oké. Het zou wel lekker zijn voor Den Helder als ze toch goed in de 60 eindigen. Maar het wordt sprokkelen. Huurman is een beetje stil komen te vallen. Ja, ze hebben pas 15 punten na de rust gemaakt. Maar ze toch 36 in de eerste helft hadden. Dus dan zou je zeggen, Leiden heeft de verdediging aangetrokken. Ja. Dat zou kunnen. Dat zou ook een kwestie van vermoeidheid kunnen zijn. Waardoor gewoon bepaalde ballen schoten niet meer vallen. Die eerder in de wedstrijd wel vielen. Ja. Ja, een goed punt wat je maakte. Leiden wisselt echt de 10 man door. Ja, dat is bij Den Helder niet aan de orde. Maar ook bij Leiden zijn de schoten, ja, wat ik al zei, eigenlijk de hele avond toch wel hoor. Er waren een paar goede fases met Elsegier die lekker balletjes raakt, pafte. Ruddervoort, maar ook heel veel ze staan second chances. 47% is het nu. Valt er nog niet 9 tegen. 9 uit 27 drietjes. Alleen die dat is 1/3. Ja, dat gaat nog net. Kun je nog net mee voor de dag komen. Maar je ziet ook gewoon, Leiden gaat niet, valt minder de basis aan. Speelt wat meer aan de buitenkant. Ze hebben ook pas 8 vrije worpen gekregen. Dus er komen er 2 bij, Martin. Ja, zeker. Van Roeland Schaftenaar, die daar meestal geen moeite mee heeft. Ja, moet je net zeggen, Arie, lekker. Meteen gejinxed. Hij miste in de eerste helft ook alleen op een bonus. Dat was toen Leiden nog 0 uit 3 stond. Daarna maakte ze 5 uit 5. Ja, ook op dat punt is dit niet tot nu toe de sterkste jaargang van Leiden qua vrijworpen. We hebben wel meer van de jaargangen gehad. Spelers als Sean Cunningham die nog wel eens moeite had. Of David Chiotti. En ze zijn er nog wel een hele lijst op te noemen. Dat het allemaal een beetje breekbaar was als Leiden het met vrijworpen moest gaan beslissen. Dat is dit jaar ook wel een beetje het geval. Maar er zijn nog weinig wedstrijden geweest waar dat daarop aankwam. En je kan er ook flink in verbeteren. Hier, mooi voetenwerk. Roeland Schaftenaar geeft een clinic postplay. En hij gaat naar 11. Ja, 81-51 nu. Mooi fadeaway, maar schiet net over het ringetje heen. Nino Gorrissen. Ja, zo is het 30 punten, Martin. Ja, je had op 31 ingezet. Ja, een beetje lui met de rechterhand afgemaakt. Maar wel afgemaakt van de linkerkant door Wenskoes. Ik snap best wel dat spelers dat doen hoor. Als je rechts bent en je hebt de ruimte, dan hoef je van mij helemaal niet per se dat met links te doen. Maar. Nee, er hing natuurlijk ook iemand op zijn nek, min of meer. Ja, dus dat
Van der Elzen goed tussen. Lekkere dish. Oeh, ik dacht dat hij hem ging paffen. Balkenegg, maar geeft hem naar de hot hand. En foutje op Schaftenaar. Denk in de zijkant. Ja, Schaftenaar krijgt een open doekje van het publiek. Een soort applauswissel. Rutherford komt er nog een keertje in. Ik heb nog wel steeds zoiets van, natuurlijk heeft Leiden niet heel veel wedstrijden. Dus je wil ook de kernspelers veel speeltijd geven. Maar ik neem aan dat er nog wel iets van jeugd op de bank zit. Zet hij er ook nog een poosje in. Hier, ik verwacht dat Nezan Cambuur erin komt. Die is er in ieder geval bij. In de laatste paar minuten. Ja. En dat we alles gaan proberen om Cambuur weer te laten scoren. Ja, het was daar heel dichtbij vorige keer tegen bal. Goede strip daar van Kruithof. En pas op de het is al gebeurd. Pas op de unsportsmanlike foul. Ligt op de loer voor Jake Biss. Ja, 35 punten verschil. En wat ik zei, Den Helder valt stil ook in de scoreproductie. Ja. Kruithof. Is goed. Ja, die zat ook op het scorebord nu. De bal is nog altijd spannend. Nog 4-23, staat 68-66. Net een driepunter van Ocean Brathwaite om de bal weer op voorsprong te zetten. Ja, als ik het goed zie is Duco Bos niet in de wedstrijdkledij. Dus die zal er niet in kunnen komen. Maar wie weet Cambuur nog. Leidse point guard. Ja, een goede actie van Rutherford. Het is een hoekshotavond. Die hebben we natuurlijk al gezien, veelvuldig van Roelof Schaftenaar, maar ook Rutherford kan dat. Venskoes kan dat. Ja, ruimte is schaars voor de Suns. 6 seconden voor Gorissen. Langs, te langs, niet te langs. Gekraakt. 3,4 seconden om te schieten. Ja, bij de vorige penetratie zag je een hele goede helpside komen in de verdediging van Leiden. En dat is wel zo prettig, want dat is er ook niet altijd geweest. Nou, hier had misschien ook wel een fout gefloten kunnen worden. Maar goed, dat gebeurt niet. Het is bal uit voor Den Helder Suns. Met nog 2,1 seconde op de 24 seconden klok. Ja, mensen, Martin Hoekstra gaat na afloop ook weer interviews maken met beide hoofdcoaches. Er komt ook regelmatig een speler bij, dus blijf gewoon lekker bij de stream hangen. Kijkt u op Sleutelstad terwijl die bal erin hobbelt. Kon Den Helder wel even gebruiken, hè? Was dat van de Knaap? Ik vond het wel. Dat was Halman. Balletje hobbelt er lekker in voor de Suns. Maar Martin gaat interviews maken. Die zenden wij niet uit op Sleutelstad, maar wel gewoon op BeNext TV en op YouTube. En die kanalen kunt u onder andere vinden via de groene knop livestream op zzleiden.nl. Een knop die we al jaren hebben, dus is u waarschijnlijk bekend. Daar zitten altijd alle linkjes achter naar de streams, naar de stats. zzleiden.nl en dan op de homepage de groene knop livestream of de knop live stats voor de cijfertjes. En hier is die Martin nummer 4, Nezar Cambuur. Hij heeft in ieder geval een balbezit. Ja, een zonneverdediging bij de Suns lijkt het. In ieder geval Cambuur op zoek naar mogelijkheden. 6 seconden nog, duurt allemaal wat lang. En in de post, solid gedaan. Door was het Rutherford. Ja, zeker. En het publiek waardeert toch de dominante prestatie van Leiden. De vele scores, dicht houden van de verdediging. Ga staan als je van Leiden bent. Hoog hoekschotje. Halman. Ja, hij gaat naar 7, Dion Halman. Gaat Leiden de 100 nog halen? Moeten ze een beetje gas geven natuurlijk. Zou nog kunnen. Schotje, All I Want For Christmas Is You. Dat doet het altijd goed. Het publiek gaat meezingen. Oh, lekkere paas. Een beetje een breakdown ook aan de Leidse kant. Er gaat nog gewisseld worden. Ah, Duco Bos is wel in outfit. Dan heb ik niet goed gekeken net. Daar komt hij. Ja. Nummer 11 van Leiden. Hij komt erin voor Bouwknecht. Wie heb je? Even denken.
Nou, dan zal het kijken zijn of Bos en Cambier elkaar kunnen laten scoren. Play afgeroepen. Daar is Duco Bos. Medespelers kijken nadrukkelijk naar de twee jeugdspelers. Om die kansen te geven of een lekkere assistje anders te laten maken. Turnovertje, ja. Ja, wat kruik. En dan toch schotklok overtreding of een fout zelfs. Nou, het kruik toch wel even mogen opletten, want er werd al afgeteld en dat hij dan toch nog weer een paas gaat geven. Ik bedoel, hij had gewoon moeten schieten met een 0. Spratly stapt zelfs het veld in. Sorry Martin, Spratly die was daar ook not amused over. Kwam het veld in zelfs. Je wil altijd goed finishen. Het is prima om de jeugd in de spotlight te zetten. Maar dan wil je toch even dat er nog goed wordt gebasketbald. Het drietje voor Den Helder valt niet. Maar toch wat punten nog aan het sprokkelen. Hier Cambier. Ja. Het is ook lastig natuurlijk. Je zit de hele wedstrijd op de bank. En Marijn Ververs kan er wel om lachen. Dan moet je erin komen. En dan iedereen zit natuurlijk. Je moet wat. Je moet scoren. Ja, het is ook een beetje ondankbaar. Eens kijken of Leiden straks nog in de laatste aanval wat kan doen. Zion Williamson dunkte vannacht nog een lekkere windmill raken in de laatste seconde. Terwijl ze al dik gewonnen hadden. En dat werd niet gewaardeerd. We hopen dat Leiden wel tot het laatste blijft spelen. Dit balletje valt niet. De rebound voor Duco Bos. Die is even lekker in de pocket. Die staat weer op de statistieken. En Leiden moet eigenlijk gewoon nog een keer schieten. Dat gaan ze ook doen. De paasje. Goeie assist. En het dunkje van Rutherford. Assist van Cambier. Een reboundje voor Bos. En dat is dan een leuke afsluiting. Gaan de Suns nog wat doen? Ja, op zich wel. En waarom niet? Dat mag ook gewoon. Ja, dat mag ook gewoon. Ja, prima layupje van Oostrum. Die gaat naar 14. En dan is het wel bekeken. Ik zou gewoon schieten hoor, Cambier. Klok loopt nog. Hij doet het niet. Martin, Leiden heeft gestaag de voorsprong uitgebouwd. Den Helder kon even meekomen in het begin. Ja, maar toen was het toch in de tweede kwart vrij snel duidelijk dat Leiden een maat te groot was. En de hele tweede helft maar 21 punten, dan 36 punten verschil. Dus dat is duidelijke taal. Youth United staat wel 3 punten voor nu. Maar daar is het nog steeds 1.40 te gaan, dus nog spanning genoeg. Rotterdam staat 27 voor, nog 3 minuten. Ik zeg, we sluiten af. We'll be right back.
Well, Thomas, welcome in our studio, at the top of the hall. How do you feel about the game tonight? It was a great team win. I thought guys played pretty hard, and we executed down the stretch. Had a better second half than we did the first half. The defensive end got better throughout the game. But overall, proud of my guys for the win. Yeah. How are you about your own game tonight? I think you had a double-double. It's 19 points, 11 rebounds, I think 7 offensive boards. I felt like I attacked. I was aggressive. Had some strong finishes. So I was pretty proud of my game. A little bit bad on the defensive end, but those are things that in film we'll adjust. And overall, like, a great game and a great team win. That's all that matters. Yeah, you're now here for about 4 months. You started off with an injury. But how are you feeling now? How are you feeling in the team? How is your play progressing? Feeling great. I think I'm getting better every day. Being around these group of guys, they push each other. They really want to win. So being around that winning type of culture and guys that are really competitive, you get better every day. I'm adjusting to Leiden really well. I really like the city of Leiden. Great fans, great people, very welcoming. So I appreciate how the fans treat us. Yeah, that's about the fans in the hall. But have you discovered Leiden already as a city? Yeah, I've traveled around, gone to some restaurants, walked around some like the windmill and those type of areas. But I still feel like there's more to explore. I think I need somebody to give me some more touristy advice, you know, about Leiden. So, yeah. Does it compare to where you were last year in Switzerland or in America, Leiden? Yeah, Leiden's a beautiful place. It's, you know, it's a lot different from where I grew up. I grew up in San Diego. Not a lot of rain, so I'm getting used to that, getting used to the winters. But I really like, especially around this time, it's nice to have colder weather because it feels like Christmas when it's actually Christmas season. Yeah. About practices, you practice a lot against Roeland Schaftenaar, I think. He's a very experienced player. He's the oldest of the team. Does he learn you some new tricks? Or? Yeah, I learn from Rue every day. You know, I try to pick his brain. He's been in the business for so long. He has 11, 12 years of experience. And, like, you know, that's my job as a third-year player, is to continually learn and grow. So I'm thankful for getting able to battle him every day in practice and really pick his brain about how he approaches things. Yeah. Have you seen already the best version of Thomas Rutherford? I hope not. You know, I hope to keep getting better. That's what the goal is every day, as a player, as a person. You know, that's what life's all about. Yeah. Well, thank you. Good luck in the rest of the season. And maybe we'll see you again sometime here in the studio. Thank you so much. Well, Doc, welcome again. Congratulations again also for this victory tonight. Can you describe your feelings throughout the game? Well, if anyone can read my body language, they can probably see that I wasn't really satisfied. I'm very happy that we won the game.
I think one has to be happy with winning a game, no matter who your opponent is, no matter what the point difference is. So that was the first goal we had. I just didn't like our sometimes lack of intensity, concentration. That's something I thought I saw in practice Thursday and Friday after the Donar game, that we weren't as motivated, as energetic as we should be. Mm-hmm. And of course, we know also that Den Helder's a team that's going to fight to the end, and they've got a lot of injuries, and they just won three games in a row. So as coach, I'm telling my team, I say, hey, they're dangerous. They can sneak up and get you if you're not ready to go. So that kind of bothered me throughout the course of the game, but I thought we had some good moments, and on those we want to keep building. Yeah, so you were up close in the game for the Basketball Cup against Lokomotiv, the second team of them. And you were really annoyed sometimes in your timeouts with the play. Of course, you win big, but... You can look at things two different ways as a coach. You can look at them and say, okay, the game's in the bag, don't worry about it. Just, you know, let's finish the game out and go home. Mm-hmm. But we play one game a week. So for me, every game is a game to improve. Every game is a situation that we have to, or we should be, focused and be ready to go for those 40 minutes. And again, it's no disrespect to anyone, but if you're in a situation where you know you're probably going to win, then the only option you have to improve is to be focused. And against Lokomotiv, after a certain point, it was gone. The concentration was gone. And I thought the second unit did a better job tonight than the first unit. I thought they played more disciplined and did some of the things we asked them to do, so that was good. But we got to get all 10 guys on the same page when it comes to these next four games we're playing. Yeah, because you got a nice schedule coming up with two times Ares Leeuwarden, with Den Bosch on the second Christmas Day. Then Zwolle on the 7th after New Year. So yeah. I like the schedule personally. I like those games. I like that's why I'm a competitor. That's why you do this. Yeah, there might be two games coming up against Den Bosch in the cup if you beat Ares Leeuwarden. Could be. That is a possibility. But of course, I tell you what, I got a lot of respect for Leeuwarden. They've had a great season so far. We got them okay here, but you know, they didn't have their best day, and I'm sure they're going to bring their best basketball, and I know we're going to have to bring our best basketball to get past them. Yeah, we're now up in the season about 4 months. Do you see improvement from the first day you were here with the team? Oh, from the first day, it's a massive improvement. Probably massive improvement after the first 6 weeks, but I think we're still improving. I don't think I won't say anywhere close, but I don't think we're close to reaching our potential yet. It's way too early. Mm-hmm. We need to keep pushing. We need to get more optimismus in there. We need to get more discipline. I think it's important to get someone in a leadership role on the court, you know, and that's what we need. We need someone to take charge out there when the things start to break down, and I think the team is still trying to figure out who that might be. Yeah, who do you think it will be? Because we had Werther de Jong for a couple of years. That was a leader, but who? A guy like that is very difficult to replace as far as leadership. But you know, we have some, I'm not going to name a name, but we have some experienced guys, and we got some national team players. And you know, I think it's time for one or the other to step up and help us achieve what we want to achieve. Yeah, so we haven't seen the best of Zetland Leiden yet. I sure hope not. I sure hope not. Therefore, we wouldn't be practicing two times a day and working so hard. So we're going to keep going, and but we'll focus now on Leeuwarden, and that's it. And when that's over with, then we'll take a deep breath and hopefully smile and be able to focus on Den Bosch. But we're definitely going to focus everything for these next two cup games. Yeah, okay. Well, thank you, Doug. Enjoy your evening. We had a good win, so yeah. Up to the next one. Got a good win, everyone stayed healthy, and we move on. Thank you. Okay.
Tony. Peter, welkom in onze studio. Ja. Ik heb koptelefoon op, dan kan ik je beter horen. Jij hoort mij gewoon goed genoeg, denk ik. Ja. Wat vond je van de wedstrijd van vanavond om een open deur in te gooien? Ja, kijk, je weet dat je natuurlijk tegen een titelkandidaat komt te spelen. En ja, dan probeer je huid zomaar zo duur mogelijk. Maar kijk, ik wist van tevoren dat dit een heel zwaar traject ging worden. Als je 2 weken lang met 6 man staat. En dan moet je opeens, 2 jongens die mogen dan gelimiteerd minuten maken van de medische staf. Ja, dan loop je tegen zo'n averij op. Ik bedoel, hebben we het dan over Tran en Bis? Wat zeg je? Nee, ik heb het onder andere. Nou, Tran zit in zijn laatste fase van zijn kruisbandrevalidatie. Bis heeft een cortisone shot in zijn enkel gehad. Troy Koeler is 5-6 dagen zware griep gehad. Nino Gorissen speelt met een scheurtje in zijn meniscus. Wat hebben we nog meer? Kevin Blaker is out. Ja, dat is het wel. Nou ja, voor Darius Banks kan ik geen vervanger halen. Nog voor de rest nog wat? Nou ja, hoe dan ook. Je had wel een winningstreek van 3. Je staat gewoon gelijk met Donor in op de ranglijst. En Donor moet morgen nog spelen, begrijp ik. Ja. Wat dat betreft, ja, in die onderste regionen kunnen we ons altijd wel handhaven. Maar het is nog niet het niveau waar we naartoe willen uiteindelijk. En ja, het is trekken en sleuren op dit moment in de breedste zin van het woord. Ja, wat, kijk, in diepte kom je natuurlijk tekort. Leiden heeft natuurlijk een veel bredere selectie. Klopt. Maar heb je ook nog spelfases ontdekt waarvan je denkt, nou, dat hadden we beter kunnen doen? Ja, ja, zeker. Kijk, uiteindelijk gaat het erom dat je 40 minuten lang je ding kunt doen. En wat bedoel ik daarmee? Dat je aan beide kanten van het veld je executie kan doen. Verdedigend en aanvallend. Nou, soms, hè, dan moet ik een truc erin gooien met een of andere gekke zone. We hadden de afgelopen 3 wedstrijden, dus de wedstrijden die we wonnen, hadden we een defensive efficiency rating van dikke 65%. Dus dat zat best wel in orde. Alleen ja, tegen zo'n brede ploeg. Want nogmaals, ik denk dat Leiden de kans heeft om samen met Den Bosch te gaan knokken voor die titel. Mm-hmm. Absoluut. En dan spit je uiteindelijk het onderspit. En ik heb het al vaker gezegd, dan moet ik toch het vergelijk maken tussen die Mercedes 500 en het Fiatje 500. Ja, dat zijn we, helaas. Ja, maar ja, goed, hoe dan ook, je doet gewoon wel goed mee onder, in de middenmoot, zullen we maar zeggen. Ja, middenmoot. Kijk, ik ben ook van overtuigd als ik met een volledige selectie had kunnen spelen, dus inclusief Kevin Blaker en Jitse ter Haar op volle oorlogsterkte, ja, dan kan ik omhoog kijken en nu moet ik opzij kijken en naar beneden helaas. Ja, nou ja, goed. Is er een kans dat iemand snel terugkomt? Ik sprak Kevin voor de wedstrijd, dat hij volgens mij... Kevin is out for the season. Ja, die ging voor een second opinion en dat schiet allemaal out for the season. Ja. En Jitse ter Haar? Jitse ter Haar en hernia. Dus ja, voordat hij terug is, is het ook out of the season. Ja, dan houdt het heel snel op, maar dan zit ik met 8 man. En helaas, Tom Koopman heeft ons de afgelopen wedstrijd zeer goed geholpen. Alleen die heeft een zeer drukke baan en daar kan ik nou niet constant een beroep op doen. Nee, precies. Dus dat is ook allemaal wel lastig. En, ja. Dus, nou ja, het is roeien met de riemen die er zijn dan. Het zijn hele dunne riempjes, ja. Dat klopt. Dus, nou, ik wens je in ieder geval veel succes. En wie weet spreken we elkaar nog een keer ergens dit jaar. Zeker, goed uiteinde allemaal. Tot hetzelfde, okay, Peter. Man.